Hallo, hallo, ladies! Zo, ik ben vrolijk, je merkt het. Vandaag een video over fashion voor jullie. 1 rok en 5 outfits. En de reden dat ik deze video maak is omdat wij vrouwen natuurlijk altijd zoiets hebben. Wat trek ik aan? We hebben nooit een outfit, terwijl we heel vaak shoppen. En op de een of andere manier is dat een groot mysterie. En vaak kopen we ook wel eens één heel mooi stuk waarvan we denken, nou, daar gaan we de show mee stelen. Maar vervolgens staat het nergens bij. En dit had ik namelijk de laatste tijd ook super vaak. En toen ben ik weer eens even opnieuw gaan kijken naar mijn kledingkast. Van wat kan ik er nou uithalen? Want zeker in deze tijd kan je makkelijk strepen met stippen, met bloemenprints combineren. Maar op de een of andere manier grijp je toch vaak terug naar wat je al kent of wat je al ooit hebt aangehad. En deze video is eigenlijk een oproep aan jullie. Ga nou eens een keer, pak één mooi kledingstuk uit je kast en probeer daar 5 outfits mee te maken voor verschillende gelegenheden. Dat heb ik nu ook gedaan met mijn nieuwe zwarte rokje. En ik wil er vast ook nog één tip over geven. Ze zeggen heel vaak, leg de dag van tevoren je kleding klaar voor de volgende dag. Ik weet niet of het voor jullie werkt, ik doe het wel eens. Alleen waar ik heel vaak tegenaan loop, is dat ik dan mijn kleding heb klaargehangen. Een leuk rokje, pantietje erbij, een paar hakken en de volgende ochtend sta ik op. En is mijn bui helemaal niet zo girly, maar heb ik meer zin in een baggy jeans met een grote trui. Ja, en dan sta ik weer voor die kast. Oh, wat moet ik aan? Dus, wat ik doe en wat voor mij heel goed werkt, is dat ik een eigen lookbook maak. Je hebt wel eens van die inspiratiemomenten dat je denkt, ja, dat je allemaal nieuwe outfits kan verzinnen. Als je in zo'n bui bent, ga dan ook echt even voor je kast staan en maak allerlei leuke outfits. Zet ze op de foto, trek ze aan en maak een foto of leg ze op de grond. En stop ze in een apart mapje op je telefoon en dan heb jij gewoon jouw eigen persoonlijke lookbook. En dan kan je altijd in de ochtend bepalen, dat trek ik aan. En het leuke ervan is dat je dan, je hebt wel eens dat je voor een feestje een speciale outfit bedenkt of maakt. En die heb je dan weken, maanden niet aangehad. Dus dan denk je daar ook niet zo snel aan. Maar als die in je lookbook staat, dan denk je, oh ja, dat ga ik aan doen. Goed, nou, dus ik hoop dat jullie wat meer inspiratie uit je eigen kast kunnen halen. Get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing 5, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final line to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and say, oh, 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 oh. So gonna make a little list to keep the worries away. I gotta dance just a little bit, move to be free. Keep my head up, don't forget to be me. Like I won $1 million, like I hit the pay dirt. Gonna smile from here.